Beste Vuelta-liefhebbers, hier is de sportverteller weer met een korte voorbeschouwing van de zevende etappe van La Vuelta. En deze etappe gaat van Utiel naar Aliva. En deze etappe is meer dan 200 kilometer lang, 200,8 kilometer lang wel te verstaan. En we zullen een beetje gaan afdalen in het begin, een beetje heuvel af. En dan komen we na 100 kilometer op een vlak stuk. En de laatste 100 kilometer zullen super vlak zijn. Dus het is een zeer grote kans dat het gaat uitdraaien op een massasprint. Natuurlijk zullen er wel een paar renners kunnen gaan wegrijden. Maar dat zal zeer waarschijnlijk te vergeefs zijn. De topfavoriet van vandaag is natuurlijk wel weer Caden Groves. Kan hij voor de derde keer de sprint winnen? Maar wat te denken van een Milano, een Van den Berg, een Ganna, een Dainese. Wat kunnen zij doen tegen deze sterke Australiër? Ik wens jullie veel kijkplezier vandaag en volg mij hier.